Welkom bij NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over de Switch. Nou Ricardo, dit is dus een switch. Maar wat is nou eigenlijk een switch? Een switch is eigenlijk een netwerkverdeler. Dus we merken dat vaak dat, zeker als we meerdere computers gaan aansluiten, komen we dus tegen dat we of niet genoeg aansluitingen hebben. En dan komt een switch daarvoor zeer goed van pas. Oké, maar wat doet het nou precies, een switch? Nou, een switch die gebruiken we eigenlijk als we binnen, of kan thuis zijn, maar kan ook binnen een bedrijf zijn. Dat we dus gebruik willen maken van meerdere computers. Maar we merken dus ook gewoon dat we dus niet genoeg aansluiting hebben om die computers binnen het netwerk aan te sluiten. Daarvoor gebruiken we dus die switch om toch ook de andere computers met elkaar te laten communiceren. Oké. Maar wat is dan eigenlijk wat is de doelgroep van dit product? Nou, de doelgroep van het product merk ik zelf is, ik merk bij de mensen thuis wordt dat toch wel een stuk lastiger, omdat ik zie niet heel veel dat bij de mensen zomaar 4, 5 computers hebben staan die bekabeld zijn verbonden. Wat ik wel heel veel merk is toch bij de bedrijven, waar ze toch wel, zeker wel meer dan 5 computers hebben staan. En dan is zo'n switch toch echt wel echt gebruikzaam, want die moeten ook met elkaar kunnen communiceren. Oké, en bijvoorbeeld een gamer, zou je ook hier wat aan hebben? Een gamer, ligt eraan of de gamer alleen aan het spelen is natuurlijk. Dan hebben we eigenlijk maar 1 kabel nodig. Maar dat gebeurt nog steeds vaker dat ook gamers samenkomen. En dan merk je toch wel dat ze er ook die aansluiting moeten hebben. Want een gamer gaat wel voor zekerheid en daar is wifi niks bij. Ja, okay. Dus vandaar dat ze toch wel graag de kabel willen gebruiken daarvoor. Nou, duidelijk. Volgens mij... Voor de mensen die zo'n switch willen kopen, volgens mij is het duidelijk waarvoor je hem wel of niet zou moeten kopen. Dus mensen die meerdere vaste computers hebben, toch? Eventueel. Een gamer, als je snelle betrouwbare verbinding wilt hebben en als je echt zakelijk ook bezig bent en heeft wat meerdere computers, ook dan is het volgens mij niet aan te raden. Zeer zeker. En dan wil ik eigenlijk nog tot aanbrengen eigenlijk. Hou er wel rekening mee dat wanneer we gebruik maken van een switch, dat we daarvoor altijd nog gebruik moeten maken van een router. En dat zullen we ook, in de toekomst gaan we dat ook nog een keertje even onder de loep nemen. Nou, Ricardo, mag je bedanken voor deze duidelijke, heldere uitleg. Heel graag gedaan. En kijkers, bedankt weer voor het kijken. Tot ziens.